allemaal, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Ik heb vandaag een volledige Make-up Revolution look voor je gemaakt. Ik heb een aantal nieuwe producten die ik nieuw heb en dus ook als first impression ga testen, zeg maar. En ik heb een aantal producten die ik al wat langer gebruik. Waar ik dus ook beter een review over kan geven. Dus een soort van combinatie tussen review, look sowieso en first impressions eigenlijk. Ik zou zeggen, laten we gewoon gaan beginnen. Voor de oplettende kijker, mijn lampjes zijn weg. Ik vond die kerstlichtjes niet meer leuk. Hoewel je die natuurlijk het hele jaar kan gebruiken. Maar ik heb nou andere gekocht bij de Action die ik eerst had. Een beetje van die tuinlampjes, die kleintjes. Maar die wil ik in een Action shoplog laten zien. Dus vandaar dat die er nog even niet hangen. Ik zou zeggen, laten we gauw gaan beginnen met de look. Dat was eigenlijk wat ik moest mededelen. En heel veel kijkplezier. Vergeet je trouwens niet te abonneren op mijn kanaal. Even één druk op de rode knop. En je blijft op de hoogte en je maakt me heel erg blij. Zo, ik heb jullie ingezoomd en we gaan lekker beginnen met de wenkbrauwen. Zoals je ziet zijn die weer verschrikkelijk, want ik heb weer een poging gedaan om ze zelf te epileren. En daar ben ik niet zo goed in. Ik zoek even ondertussen, terwijl ik aan het kletsen ben, mijn wenkbrauwpenseeltje. Penseeltje, potloodje. Ja, ik ga volgende week een keer naar de Douglas en dan ga ik weer een keer advies vragen. En ja, dan ga ik het toch maar weer een keer proberen. Weet je, ik heb gewoon een scheidhekel aan wenkbrauwen. Ik heb er niks mee. Ik weet dat dat heel slecht is als make-up artist. Of hoe noem je dat make-up? Ik ben al geen make-up artist, maar make-up YouTuber. Maar ik heb er ook gewoon niks mee. En dat komt eigenlijk waarschijnlijk ook gewoon omdat ik het gewoon niet kan. In ieder geval, ik ga ze bijtekenen. Dit potloodje trouwens, wil ik eerst eens iets leuks over vertellen. Is zo'n draaisysteem van Make-up Revolution. Het deed me heel erg denken aan die van Catrice. Die zien er ook zo uit. Alleen die van Catrice heb ik korter mee gedaan. Heel kort. Ik hoop dat deze iets langer meegaat. Hij is ook ietsjes duurder dan die van Catrice. Hoewel die alsnog niet heel duur is hoor. Dit is trouwens de kleur Medium Brown. Ik had hier het stickertje er nog van. En ik ga gewoon even aan de gang. Dit is het beste wat ik van mijn wenkbrauwen kan maken. Ik vind het zelf niet eens zo slecht. Soms lukt het beter, soms lukt het minder goed. Maar ja, dit is het beste resultaat wat ik eruit kan halen. Komt ook omdat ze gewoon niet zo mooi geëpileerd zijn. Bijtekenen lukt me laatst tijd redelijk. Maar het epileren, ik ben er gewoon niet goed in. Maar goed, niet te negatief over jezelf. Dit is het, dus het resultaat van mijn wenkbrauwen. Ik vind het een heel fijn wenkbrauwpotloodje. Ik vind het fijn dat je het omhoog kan draaien. Dat is ook de reden dat ik het in mijn auto ga leggen. Want vaak zie ik pas in de auto als zeg maar mijn wenkbrauwen niet kloppen of niet goed zijn. Omdat je dan gewoon heel dicht op de spiegel zit en mooi daglicht hebt. Dus deze gaat richting mijn auto. Ik vind hem heel erg fijn. Hij blijft ook heel goed zitten gedurende de dag. En dat is ook een geruststelling, toch? Gaan we verder op oogschaduw. Ik zit hier naar te kijken. Want dit is dadelijk echt zo'n product dat ik poeder op heb. En dat ik denk, oh ja, die had ik ook nog willen gebruiken. En dit werkt dus niet zo goed op poeder. Meer op natte foundation. Maar goed, we gaan verder met de ogen. Ik ga dit mooie dupe paletje van Make-up Revolution gebruiken. Uiteraard, want het is een Make-up Revolution look. Dit is een dupe van het Anastasia paletje Sultry. Die heb ik niet gekocht. Daar was ik heel trots op mezelf. Maar ik heb wel de dupe mogen kopen. En daar gaan we dan dus ook lekker mee aan de gang. Ik ga eerst even mijn oogschaduwbasis zetten met deze. De huidskleur doe ik eigenlijk altijd. Ik heb nou een oogschaduwbasis van NYX op. Die heb ik eigenlijk 9 van de 10 keer op. Soms ook die van Essence. Ethos heeft trouwens ook een hele goede. Make-up Revolution zelf ook, maar ja, die heb ik dus niet. En nu zie ik dus dat mijn wenkbrauw nog niet helemaal ingekleurd is. Dus daar ga ik dan nog even naar terug. Ik heb zin om met die roze kleur te spelen. Want dat is zo'n oppoppende kleur in het palet. Dus die ga ik lekker als overgangskleur gebruiken. Ik heb dit palet overigens nog nooit gebruikt. Het is poederig. Er komt vrij veel poeder vanaf. Maar dat is wel vaker met de Make-up Revolution paletten zo. En bij het aanbrengen heb ik dan daar geen enkele last van. Ik gebruik trouwens een blending kwast van Superlook. Zet ook wel mooi deze kleur bij mijn shirtje. Ja, dit blendt echt weer zoals ik van Make-up Revolution en High Art Revolution gewend ben. Als een koning gewoon. Helemaal niks op aan te merken. En dat is echt super fijn.
gaan we in de crease. En dan zit ik even te kijken wat ik ga doen. Ik denk dat ik maar voor een combinatie ga tussen die donkerbruinige kleur hier en die. Want ik vind die te donker en die te licht. Dus dan gaan we dat zo oplossen. Zo. Ook dit is weer wat poederig. En dan ga ik deze in de crease aanbrengen. Even iets verder, want ik wil niet te veel druk op mijn kwastie. Not bad, not bad. Maar wat nu? Want nu gaan we een dilemma krijgen. Want ik wil een mooie ooglidkleur. Ik zit aan die te denken. Die vind ik heel mooi. Ik vind die heel mooi. Maar dat is een beetje een wat warme kleur. Ik vind die mooi. Ik vind eigenlijk alles mooi wat op het ooglid kan. Even kijken wat het beste gaat matchen. Ik ga voor die zilveren kleur. En dan ga ik lekker met mijn vingers doen. Oh, ik voel het lekker boterig aan. Look at that pigment. How beautiful it is. Nice. I like this eyeshadow. Maar wat ik al zei, ik had het niet anders verwacht. Dit is gewoon een supergoed paletje. En dat kan ook niet anders van Makeup Revolution. Ik ga er wel even, daar had ik niet gepland, een eyeliner bij aanbrengen. Want ik denk dat net even iets mooier is. Maar even eentje van Essence gebruikt. Die heb ik niet van Makeup Revolution. Dus dan kon ik hem ook niet gebruiken. Hè? Wat ik wel heb van Makeup Revolution is een mascara. Deze zag je al in de tops en flops van de maand juni. En ik was er heel erg enthousiast over. Wat ik toen ook al zei in de tops en flops is het nadeel dat of de stopper is kapot. Of dat is gewoon bij dit product. Dat weet ik niet. Is dat er heel veel product op het borsteltje zit. Waardoor je echt uit moet kijken dat je niet die hard gaat knoeien. Maar ja, weet je, ik knoei altijd wel een beetje met mascara's. Ik zet hem gewoon zo, trek hem op. Ik vind het spinnenpoten vind ik wel meevallen. Ondanks dat het een hele natte mascara is en ook hoeveel product op het borsteltje zit. Vind ik het spinnenpoten wel meevallen. Dit is dus maar één laagje. Ik vind het echt heel volumieus. Ik heb er wel weer een beetje mee geknoeid hierboven. Maar het is eigenlijk niet eens zo heel erg zichtbaar. En ik vind dit gewoon een hele fijne mascara. Ik ben ook benieuwd wat hij gaat doen als hij iets droger is. Of hij dan fijner werkt of minder fijn werkt. Dat is altijd even afwachten. Want hij is net een weekje, twee weken open denk ik. En ik heb hem heel de week gebruikt voordat ik hem in mijn tops en flops deed. Ik denk dat hij al 3 weken open is trouwens. Zo, vrouwtje heeft een primer aangebracht. Die had ik al aangebracht, maar hè. En dan ga ik over op de foundation. Dit is de Makeup Revolution Matte Base Pore Blurring Full Coverage Foundation in kleur F3. Ik heb hem een tijdje geleden gekocht en toen was ik nog ietsjes bleker. Ik ben nog steeds wel wat bleek, maar mijn armen zijn beduidend bruiner dan mijn nek en mijn gezicht. Hoe dat kan weet ik niet, want mijn gezicht heb ik niet in de zon. Maar ik heb eigenlijk altijd mijn nek wel in de zon. Ik lig altijd zo en heb ik een petje. En dan zorg ik dus dat mijn gezicht niet in de zon zit. Want hè, dat is heel slecht voor je gezichtshuid. Dan ga je heel snel van verouderen en zo. Maar misschien moet ik vanavond mijn nek weer even insmeren. Mezelf bruiner, mijn gezicht ook. Dat het in ieder geval een beetje bijkleurt. Maar goed, daar hadden we het helemaal niet over. We hadden het over deze foundation. En deze is nu dus te licht. Dat is eigenlijk de clue. En ik ga hem een beetje mengen met de Cosmetic CC Cream. Dit is een van mijn favorieten op dit moment. En deze is ietsjes te donker. En als ik ze meng, dan zijn ze perfect. Ik doe een beetje op mijn hand. Ik heb hem nog helemaal niet zo vaak gebruikt. Maar ik moet toch al behoorlijk knijpen in de tube. Dus ik denk dat de... Want hoeveel zit hierin? Ja, 28 milliliter. Ik denk dat de tube gewoon iets te groot is voor wat erin zit. En dat je daarom wat harder moet knijpen. 1 druppeltje, want ik wil niet dat je het effect zeg maar van deze foundation niet ziet doordat die gemengd is met deze. Even mengelen. Mengelen, dat klinkt heel eng, want ik hou niet van gewoon mengen. Mengelen, daar is namelijk een hele enge dokter ooit geweest. Een nazi-arts. Waarom ik je deze informatie geef, geen idee, waarschijnlijk wist je het al, maar... Ik zei mengelen en daar hou ik niet van. Daar gaan we. Weer een heleboel shit aan informatie waar je niks aan hebt. Ik gebruik trouwens een beauty blender van Ebeling. Uit Duitsland. Hele fijne.
Is dit de foundation? Ik heb hem een keer naar mijn werk gedragen. En mijn werk zegt de ultieme test of je die mat blijft. Want ja, ik doe gewoon fysiek zwaar werk. Ik ben verpleegkundige. Veel aan het lopen, veel op en neer. En als mijn make-up daar blijft, dan blijft het de rest van het leven ook zitten. Nee, dat is niet waar. Maar dan blijft het heel goed zitten. En ik vond hem op mijn werk heel erg fijn. Ik vind hem nu ook mooi. In ieder geval. Hij is mat. Maar misschien komt het ook wel doordat ik hem met deze gemengd heb. Dat hij nog wel een iets van een gezonde glow heeft. Hij is ook nog gewoon nat. Mat, maar ook nat. En ja, ik vind hem gewoon heel erg mooi. En ook die keer dat ik hem droeg, maar nu ook weer. Dus gaan we over op concealer. Deze is ook te licht. Maar dit is de Makeup Revolution Conceal and Define Full Coverage Conceal and Contour. Je zou hem inderdaad kunnen gebruiken om te contouren. Hij heeft een hele grote applicator. Een soort van Dovet applicator noemen ze die toch? Dacht ik. In ieder geval is hij nou ook wat te licht. Maar ja, ik kan er niks aan doen. Ik ga niet speciaal voor één video een nieuwe kopen. En ik had voor de zomer nog genoeg concealers. En dat is dus iets wat ik een jaar geleden wel gewoon zou hebben gedaan. Maar ja, met mijn low buy op het oog heb ik dat niet gedaan. En dat vind ik eigenlijk best wel knap. Hij dekt heel erg goed. Hij blijft mooi zitten. Hij trekt niet in de lijntjes. Dan heb ik hem wel van de winter gebruikt. Dus toen het iets minder warm was. Maar ik hoor ook gewoon hele goede verhalen dat hij dit in de zomer ook gewoon fantastisch doet. Hij voelt fijn aan op de huid. Ik heb hier eigenlijk niks dan positiefs over te melden. Super fijne concealer. Behalve dat hij iets te licht is. Maar daar kan de concealer niks aan doen. Je hebt hem ook gewoon in donkere kleuren. Yes, ik heb eraan gedacht om deze te pakken. En dat komt omdat ik er heel tijd heb gedacht. En ik moet hem niet vergeten. En ik moet hem niet vergeten. Want straks heb ik al afgepoederd en dan ben ik hem alsnog vergeten. Maar niet het geval. Trots op. Dit is een liquid highlighter. Dit zijn vaak van die producten die gewoon niet matchen op mijn huid. Die gewoon te vet zijn. En die ja, gewoon van mijn huid afglijden. Maar deze wilde ik wel weer een kans geven. Het is de kleur. En vaak zijn ze ook te glitterig trouwens. Liquid Luster Gold is dit. Het is een druppelpipetje. Wauwie. Wauwie. Wel weer heel erg vettig. Ja, dat is altijd weer spannend. Hoe dat dan gaat uitpakken. Ik heb een kwast van Catrice. Die zat in de adventskalender van Catrice. En dat is twee kanten. Die is voor de poeder en die is voor crème producten. En ik ga kijken of het ook met highlighters kan. En anders doe ik het even met mijn vingers. Zo. Ja, dan had ik eigenlijk die swatch niet weg hoeven halen. Maar goed. Daar gaan we. Het is weer heel erg vettig gewoon. Ik pak even die kwast erbij. Nou, dit werkt niet goed. Even met de Beauty Blender dan. Ja, je ziet wel iets van een glow. Maar misschien heb ik het nou gewoon te heftig ingeblend. Dat het gewoon weggeblend is. Maar het voelt gewoon, ja, weer heel erg vettig. En dat valt me een beetje tegen. Want ik had gewoon gehoopt dat het een goed product zou zijn. Waar heb ik hem nou? Oh, dat krijg ik weer voor mekaar. Iets voor mijn neus leggen en dan alsnog kwijt zijn. Even de andere kant nog doen. Ik moet hier ook nog mee de deur uit met deze look. Dus het zou wel lachen zijn als het dan gelijk is. Want nou zie ik er niks van. Maar het kan goed zijn als je daar in één keer poeder op aan. Oeh, nou heb ik te veel. Het is een beetje een... Ik denk ook gewoon, maar dat is mijn eigen fout, gewoon een beetje een te donkere kleur. Want het is gewoon een beetje bronzy of zo. Ik had er toch wat meer van verwacht. En eigenlijk had ik het ook ergens wel weer kunnen weten. Want dit soort producten doen dit altijd bij mij. Zijn gewoon te vettig en ja, doen gewoon niet wat ze beloven. Het geeft wel een glow, maar ik denk dat ik met poeder highlighter een veel mooiere glow kan krijgen dan ik hier nu heb. Maar goed, we gaan even afpoederen en dan gaan we zien. Ik ga mijn eigen Maybelline Superstay poeder gebruiken. Heel erg fijn poeder. En ja, eventjes mee afpoederen.
niet te veel over die highlighter, want dan is het effect weg. Je ziet nou ook nadat ik er een klein beetje poeder overheen heb gebracht, dat het gewoon heel erg vettig is. Omdat het gewoon, ja, de poeder zeg maar erop komt te liggen. En dat is gewoon een teken, ja, dat het gewoon niet werkt voor mij. Deze gaat helaas in de weggeeftas. Jammer, want ik had toch gehoopt, ik heb heel veel van dit soort producten al geprobeerd. En ik had toch gehoopt dat dit zou zijn. Zonde. Nou ga ik een beetje vals spelen, want ik heb dus geen blush van Makeup Revolution. Maar ik heb wel een blush van I Heart Revolution, het zusje ervan. En ja, die ga ik gewoon gebruiken, want ik ga ook niet speciaal daarvoor meer een blush aanschaffen. Omdat ik dus een low-buy heb. Dit is de kleur. Heb jij ook nog een naam? Triple Baked Blush. Maar zo'n ding moet ik ook een naam hebben dan. Of misschien is dat wel de naam. Ik heb geen idee, maar het is een beetje die bronzy kleur. Ik weet helemaal niet of hij nog te koop is. Maar ik vind hem altijd wel heel erg mooi. Daar gaan we. En ook door die highlighter, die je nou wel iets beter ziet moet ik zeggen. Vlekt mijn blush ook een klein beetje. Omdat ik daar dus probeer overheen te gaan. Maar de blush is wel echt heel erg mooi. Oh, ik moet deze weer vaker gaan pakken. Deze lag in mijn kast. Ik ga hem dadelijk meteen in mijn everyday bakje doen. Hebben we tot slot nog de lippen. Ik heb geen bronzer van Makeup Revolution. Ik heb geen highlighter behalve die liquid tan. Maar ik heb nog wel een lipgloss. En dit is de kleur Heavenly. En dit is dus een... Ja, ik zal hem eens even swatchen. Een beetje een bijzondere kleur. Want ik dacht dus dat het een warm kleurtje zou zijn. Maar het is dus een... Ja, het pakt heel bijzonder uit. Een beetje science fiction idee. En we gaan hem gauw op de lippen proberen. Kijken wat ik ervan vind. Hij benadrukt mijn hulletjes. Die ik zomer, winter, lente, zomer, winter, herfst en lente heb. Wat vind ik ervan? Die koraalkleur komt niet naar voren. Het zijn echt de blauwe glitters. Die overheersen. En daar hou ik ook niet zo van. Ja, sorry, het klinkt allemaal heel negatief. Maar is dit de uiteindelijke look geworden? Wat vind ik of de rol van de producten? Ik ben uiteraard enthousiast over dit oogschaduwpalet. Over de mascara. Anders had hij niet in mijn tops en flops als top gezeten. Ik vind de foundation heel erg fijn. Ik heb de blush weer herontdekt. Wat ook wat wil zeggen. Ik vind de concealer heel erg fijn. De enige twee producten die ik niet fijn vind. En dat had je misschien al kunnen raden. Is de liquid highlighter. En oh, trouwens de wenkbrauwproduct vind ik ook heel erg fijn. Is de lipgloss en de liquid highlighter. Die gaan helaas in de weggeeftas. Daar ben ik dan ook meteen klaar mee. Een jaar geleden zou ik ze dan nog hebben bewaard. En denk ik, ja, ik ga ze nog een kans geven. Nee, gewoon niet. Klaar. Was dit mijn video met Makeup Revolution. Een volledige look met Makeup Revolution. Ik hoop dat je het heel erg leuk vond. Vergeet je niet te abonneren. Doe een duimpje omhoog. Maakt me heel erg blij. Druk even op de abonneerknop alsjeblieft. Dankjewel en heel graag tot de volgende keer. Doei!